Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regionale vertegenwoordiger UNICEF bezoekt president Santokki. President Santokki ontvangt Franse delegatie. Staatshoofd duidelijk belang IMF. Regering vecht voor behoud SLM. En COVID-19 maatregelen blijven van kracht. Nicolas Charles Pron, UNICEF's regionale vertegenwoordiger in Guyana en Suriname, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrika Prasad Santokki. Op donderdag 15 april 2021 is op het kabinet van de president in een breedvoerige deliberatie gesproken om de samenwerking te intensiveren tussen UNICEF en de Surinaamse regering. Nicolas Pron benadrukt heel erg ingenomen te zijn met de manier waarop de Surinaamse regeringsleider zich beijvert voor kinderrechten. I am the UNICEF representative for Guyana and Suriname and special representative to CARICOM. I visited the president with my team, which is based here in Paramaribo, Mr. Patrick Matala, who is the program manager for Suriname, and Ms. Mahogany Need, who is the communications officer. The purpose of my visit with the president was to congratulate him on his personal engagement with children in Suriname. And we've been very impressed in UNICEF with the way the president has personally committed to the realization, the full realization of children's rights in Suriname, and is committed with his government to make sure that children's rights are realized everywhere in Suriname, even in the most remote areas where the most vulnerable populations are. Well, UNICEF is the United Nations entity in charge of the welfare and the well-being of children, and it's very important to us to see that there is commitment at the highest level possible in Suriname towards the realization of child rights. So we've discussed various areas, health, education, just to make sure that children have access to the best possible services, especially at a time right now when there is the COVID-19 crisis. And we want to make sure that once the crisis is over, that children are not affected by the crisis so much, and that when the crisis is over, that they get back to a bigger, better, stronger, healthier future for all children in Suriname. Right now, 2021 is the last year of implementation of the current country program of cooperation between Suriname and UNICEF. But it's not sad, it's also the year when we prepare the next country program of cooperation, which will span from 2022 to 2026. So I was seeking the president's guidance as to what his priorities for children are in for the next 5 to 6 years. And I'm also consulting with the various line ministries. I will meet with the Minister of Education, I've met with the Minister of Health, the Minister of Social Services, and all the line ministries to identify which priority areas we should focus on in partnership with the government, our UN sister agencies, other United Nations entities, various donors, to make sure that our efforts are generate synergies towards the realization of children's rights in Suriname. Okay. I've been impressed even before I started coming to Suriname. I was following what the president was doing during World's Children's Day last November in 2020. And I can tell you that where I was sitting, I was actually sitting in New York, I was very impressed to see how much time the president took of his own agenda to discuss and listen to children. It's very important that we listen to children because they know what is best for them. And we often think as adults that we should tell children what to do, but the children are the leaders of tomorrow. And as I was telling to the president today, it's a child today that will sit
in his seat in a few years from now. So it's very important that we take the actions today to ensure that every little boy, every little girl has the best possible path ahead of them in life. And that's why I wanted to congratulate the president on his personal engagement and also seek his guidance as to what we should focus on for the future. I am looking forward to working with all partners and keep working. This is just not a one-off, as I was telling to the president. We met today, but I'm sure we'll meet again, and we will engage with all the partners, civil society, government ministries, non-governmental agencies, various international partners, to all join forces together to make sure that we build a better, brighter, safer, healthier future for children in Suriname. Een Franse delegatie heeft op donderdag 15 april een beleefdheidsbezoek gebracht aan de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi, de minister van Defensie Krishna Mathura, bevelhebber kolonel Robert Kato di Kromo en adviseur Humphrey-Tjen Lipsy gebracht. Het bezoek markeert de lange samenwerking die Suriname met Frans-Guyana en Frankrijk heeft. De Franse delegatie bestond uit ambassadeur Antoine Choly, generaal-majoor Saphir Bousson en brigade-generaal Thomas Lorne. Een Franse delegatie heeft op donderdag 15 april een beleefdheidsbezoek aan de president van de Republiek van Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi, de minister van Defensie Krishna Mathura, bevelhebber kolonel Robert Kato di Kromo en adviseur Humphrey-Tjen Lipsy gebracht. Het bezoek markeert de lange samenwerking die Suriname met Frans-Guyana en Frankrijk heeft. De Franse delegatie bestond uit ambassadeur Antoine Joly, generaal-majoor Xavier Bouzon en brigade-generaal Thomas Lorne. De regering verwacht binnen afzienbare tijd een supportprogramma met het Internationaal Monetair Fonds te tekenen. Dit houdt volgens president Chandrika Persat Santokhi in betalingsbalanssteun van circa $750 miljoen, gespreid over 3 jaren. Het staatshoofd heeft de uitleg rond de gesprekken met IMF in eenvoudige bewoording uitgelegd tijdens een persconferentie. Daar, regering Santokhi Brunswijk, wat kunt u verwachten? En als zij komende, dan beginnen we vanaf vandaag. 1. We verwachten een ondersteuningsprogramma, een supportprogramma van IMF. Omdat we de overtuiging hebben dat we dan in deze 3 maanden niet alleen een staff-level agreement gaan hebben, maar ook een board-level agreement. En dan gaat het om financiële middelen van IMF, maar ook financiële middelen van de World Bank en de Inter-American Development Bank. Waarbij we afgestapt zijn van de standby agreement en overgegaan zijn naar de extended financial arrangement, welke meer ruimte geeft aan Suriname om financiële middelen te krijgen. Niet alleen voor de centrale bank, voor de versterking van de monetaire stabiliteit, maar ook om projecten uit te voeren en projecten te financieren. Zie daar de belangrijkheid, mijn mensen, van samenwerken met internationale instituten. En ik hoop dat men begrijpt, als u extra geld wil hebben in het land, dat u met internationale instituten moet samenwerken. En als jouw schuldeisers ook eisen van jou, dat namelijk als je een herschikking wil van de schulden met hun, en ook zij eisen, je moet met internationale instituten gaan samenwerken, dan moeten we dat ook doen. Omdat wij ook nodig hebben voor die hervorming van die economie. Niet alleen voor het geld. Natuurlijk hebben we geld nodig, ja. Maar het gaat om die hervorming van die economie op basis van een strakke discipline. Ook dat hebben we nodig. Want die schuld is te groot.
4 miljard US dollar schuld afgewenteld op 550.000 Surinamers. Deze groep Surinamers, deze generatie zal het niet alleen kunnen betalen. Hun kinderen gaan het ook moeten betalen. En misschien ook hun kinderen en kindskinderen moeten terugbetalen. En daarvoor moet je een goed herschikkingsplan hebben. Wie dat allemaal gaat doen. En dat is allemaal uitgewerkt, haarfijn, tot en met data. Komende 10 jaar in ons herstelprogramma. Hoe we dat gaan doen als land. Het is niet gebonden aan regeringstermijn. Het is regeertermijn overschrijdend. Tot 2035 kijken wij hoe dat probleem op te lossen. Dit is een erfenis wat we overgenomen hebben. En wij gaan als goede bestuurders verantwoordelijk om met het erfenis. Natuurlijk de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Die moeten voor het gerecht gebracht worden. En de rechterlijke macht is bezig. Gaat u maar naar de rechtszalen. Dan volgt u al de zaken die onderzocht worden tegen personen die verantwoordelijk zijn voor die financiële chaos. Voor wat betreft de productiesector, mijn mensen, daar gaan wij als regering 40 miljoen SRD storten in het agrarisch kredietfonds. Waardoor personen geld kunnen lenen voor de productie tegen rente van ongeveer 5%. Fonds voor micro, klein en middelgrote ondernemingen. Daar storten wij 50 miljoen. SRD om kleine ondernemingen te ondersteunen. Startende ondernemingen, maar vooral tegen de achtergrond van COVID, moeten ze extra ondersteund worden. Daarnaast gaan we door met het voeren van gesprekken met potentiële financierders om goedkoop kapitaal, fresh capital, aan te trekken voor uitvoering van de projecten. De retentieregeling van 30%, wat ik eerder genoemd heb, zal zorg dragen dat er 20 miljoen US dollar aan inkomsten zal zijn. Die we zullen gebruiken voor de import van noodzakelijke goederen zoals medicijnen, basisgoederen en betaling van brandstof. Door deze regeling zal de import gegarandeerd zijn van deze goederen en we zullen ook de prijzen stabiel houden. Natuurlijk zal de prijscontrole ook hierop losgelaten moeten worden. Mijn mensen, we zullen met de overige maatregelen die behoren tot het pakket van maatregelen om de koers te beheersen, trachten om die koers onder controle te krijgen. Dat is ook afgesproken met IMF. We hebben 3 maanden tijd om die koers redelijk onder controle te krijgen. En daarvoor hebben we een pakket van maatregelen de regering goedgekeurd. Een van de maatregelen is de nieuwe wet, de aangepaste wet op transactiekantoren. Wat al gepubliceerd is en wat geëffectueerd zal worden. En samen met de 9 maatregelen zullen we alles doen om die koers onder controle te krijgen. We zijn, als president ben ik regelmatig in overleg met de bankiersvereniging, met de cambiohouders, om ook een beroep op hun te doen, in nationaal belang om mee te werken, om de koers onder controle te krijgen. We zullen als regering de komende 3 maanden ook koopkrachtversterkende maatregelen treffen. 1. We gaan in ieder geval door met het geven van financiële ondersteuning aan personen en bedrijven die geraakt worden door de COVID-maatregelen. En dat zullen we doen door belastingvermindering, maar ook
het geven van financiële middelen conform rules en procedures die zijn ontwikkeld hiervoor. We hebben eens de maatregelen al genoemd, zoals de AOV, AKB in de sociale sfeer. En op basis van analyse hebben we gemerkt dat er nog goederen zijn die extra gefinancierd moeten worden. En dat zal gelden, en dat zullen we als regering doen, door ook goedkope babyvoeding te brengen voor de kwetsbare groepen. Verbeteren van de koopkracht voor ambtenaren. En hier moet ik wel zeggen dat ik goed overleg en goede consensus nodig heb met de sociale partners, met name met de vakbonden. Welke zijn die koopkrachtversterkende maatregelen die zij willen? Want in het overleg wat we hebben tot nog toe, is er een verschil van inzicht en mening of het een longronde moet zijn, of het aanpassen moet zijn van belastingschijven, of moeten kijken naar inkomensverdeling, of moeten kijken naar andere vormen van maatregelen ter versterking van de koopkracht. Maar de regering zal wel maatregelen treffen ter verbetering van de koopkracht de komende 3 maanden. Vrijdag heb ik weer overleg met de vakbonden. En laten we hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt welke richting wij gezamenlijk zullen opgaan. Maar het wordt tijd dat we tegemoet komen aan de werkende klasse. Het wordt tijd dat we tegemoet komen aan de ambtenaren ter versterking van hun koopkracht op een zodanige wijze dat het geen inflatoren werking zal hebben op de economie. Geen negatieve impact zal hebben op de koersontwikkeling. En geen negatieve ontwikkeling zal hebben op het prijzenfront. De arme huishoudens, daar is het ministerie van Sociale Zaken mee bezig om dat te finaliseren. Namelijk dat van debitcards, moneycarta, om dat te intensiveren. Voor het onderwijs zullen we ook het schooltassenproject initiëren, maar ook starten met schoolvoedingproject. Daarom is de minister bezig met lokale ondernemers om het juiste pakket daar te identificeren met de juiste voedingswaarde. Nood- en productiefonds, COVID-19, dat zal constant aangevuld worden om ondernemers te beschermen. Mijn mensen, met de maatregelen die we getroffen hebben, zijn 3. De inkomstenverhogende maatregelen, de uitgavenverminderende maatregelen, maar ook het sociaal pakket van maatregelen. Die laten zien namelijk dat we een extra inkomsten kunnen binnenhalen van 6 miljard. SRD. Hiervan gaat 3,5 miljard terug naar de gemeenschap door de maatregelen die ik genoemd heb en de maatregelen die eerder getroffen zijn, als te zijn een sociaal opvang voor de personen die die steun, die opvang ook nodig hebben. Aheer Tori fu IMF. Asap Tusani. Abede won pisting sa IMF. Be abo rol dat de mai gaden kondre en de mai shia problema. En dat IMF ben taiga kondre sayu moes ben do. En dis moes ben do. En dat i moes ben do. En wat lofoeden kondre kis bigi bigi problema. Omdat de regering no ben mandu de sani sa IMF be aksi. Atin dat i psakba. IMF no is do anga den kondre. Hij is door aan de deskundigen
And I see sana de matrisa I fiti in a situasi for akondre. And the matrix na unu ay chakolek sarnang. A ina sa IMF ay luku, ang ade matrix yo baray ka resulta sa iwani, namlek a economic stability, a inkomstenverhoging, a uitgavenvermindering, en a terugbetaling voor de schulden. Dat IMF ay luku. En dat maakt de man lazy, ete man lazy. En bereken, ete man lazy, alles aan die van herstelplan boong. Maar if a overeenstemming al bereik aan de IMF, de IMF al loose money voor versterken economie. De IMF al loose money die a centrale bank met een internationale reserve kan contrangen zien zo. Met zien zo betalingsbalans steun de centrale bank. Maar ook toe door een overeenkomst dat we teken nu aan een stand-by agreement naar een financial extended arrangement, een moeilijk Engels woord, maar een overeenkomst dat die, hebben we meer tijd om ons programma uit te voeren. 3 jaar. En krijgen we meer financiële middelen voor uitvoering van projecten. Bij de vorige waren een beetje beperkt, zou de centrale bank alleen ondersteund worden. Nu krijgen we ook geld van IMF om projecten uit te voeren. Om begrotingssteun te krijgen. Niet alleen van IMF, ook van de World Bank en van de Inter-American Development Bank. En het gaat om een bedrag van ongeveer 750 miljoen American dollar. Dat geld hebben we nodig. Je gaat niet de één keer krijgen. Het gaat uitgesmeerd worden over 3 jaren. Dus nogmaals, het is belangrijk dat men dit weet. Want als we die gelden komen, kunnen we projecten uitvoeren. Als die gelden kan komen, gaan we salarissen ook kunnen betalen. Salarissenverhoging kunnen geven. Gaan we productie kunnen stimuleren. Uiteraard moeten we ook zelf besparen. Zelf inkomsten genereren. Investeerders aantrekken. En de IMF ook doet zo'n dat doen. Hoe noemt ze moest doen? Maar alleen het feit dat internationale investeerders gaan horen dat IMF daar betrokken is, gaat dat vertrouwen vergroten. Hey, Kogo. Want er zijn zekerheden om te investeren, maar uiteraard moet het investeringsklimaat door de regering gecreëerd worden. Dat de vliegtuig van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij aan de ketting was gelegd, komt omdat er een betalingsachterstand was. Die achterstand komt doordat de vorige regering vrijwel een lege kast heeft achtergelaten. Met veel creativiteit is het de regering gelukt om een bedrag voor de eigenaar van het toestel dat gehuurd wordt over te maken. U hoort president Santokki. Dat SLM daar aan de ketting gelegd wordt door wanbeleid van afgelopen jaren. En dat wij als regering met 750.000 Amerikaanse dollar moeten inkomen. Geld dat gebruikt kan worden voor medicijnen. Moet vrijgemaakt worden. De naweeën van wanbeleid. Gelukkig zijn we al begonnen met de reorganisatie daar bij SLM. Er gaat een doorstart komen. Ze moeten een recovery plan binnenkort komen presenteren aan de minister van Financiën. Ze hebben al een plan aan mij gepresenteerd. En nu gaan we de financiële cijfers kijken. Maar we gaan SLM weer gezond maken. We gaan weer gezond maken. Ja, de vraag is waarom de ketting? Ja, omdat schulden niet betaald zijn. Het is een lease. Het moet betaald worden, ja, die lesser. Als het niet betaald wordt, leggen ze aan de ketting. Zo werkt het systeem, zo werkt het internationaal. En zo gaat het ook werken als wij onze schulden van Oppenheimer en zoveel andere internationale schulden niet gaan aflossen, wordt het internationaal ingegrepen. Zo werkt het systeem. Zo werkt het die internationale rechtsorde. If in een pai internationaal, dan moet grijpen internationaal. Dan kunnen we de hele dag elkaar uitschelden en allerlei lelijke dingen aan elkaar zeggen.
Maar samen zullen we het slachtoffer worden. Samen zullen we het slachtoffer worden. Dus, mijn mensen, laten we rekening houden dat het samen, Udena Boto, het is onstuimig nu. Hij zeki zeki, squala bigi, maar richtende duidelijk, akkoers duidelijk. En we zien daar inderdaad dat we in rustig vaarwater terecht gaan komen. Het enige wat we nodig hebben, no djugu djugu na boto. No go bora boto. No go ondermijn na boto. Uw aandacht voor het volgende. De aanhoudende coronapandemie baart de regering enorm zorgen. Met het oog op het aanstaande weekend is het uitgaansverbod als volgt vastgesteld. Vrijdag 16 april van 6 uur in de avond tot maandag 19 april 5 uur in de ochtend. Maandag 19 april tot en met donderdag 22 april dagelijks van 8 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. De overige maatregelen blijven ongetwijfeld van kracht. De regering heeft gemeen deze beslissing te nemen vanwege de aanwezigheid van 3 gevaarlijke varianten in ons land en het toenemende aantal besmettingen. Met deze maatregelen hoopt de regering verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan. Wij roepen u op gehoor te geven aan deze instructies. Tot zover deze editie van Focus. Fijne kijktijd verder toegewenst.